Diego, we zijn er. Mogen we binnenkomen? De deur is geopend. Kom naar boven, jongens. Hey Diego, wat leuk dat we er zijn. Met wie woon jij hier? Ik woon hier samen met mijn zoontje Sam. En hoe oud is Sam? Sam is nu 3 jaar oud. Ben jij dan ook chef schoonmaken of is dat iemand anders? Sinds het moment dat ik vader ben geworden, word je eigenlijk automatisch chef schoonmaak. Maar ook chef kok en chef voorlees. En ja, dus ik ben eigenlijk wel stiekem blij dat ik die skills erbij heb gekregen. Dus dagelijks schoonmaken. En ben je nou typisch iemand van Picture Perfect of mwah? Oké, ik zeg heel eerlijk, ik ben van mezelf echt een ijdele jongen. Maar ja, sinds ik dus vader ben geworden kon ik niet meer Picture Perfect zijn dagelijks. Er goed uitzien, leuk kleden, schoon huis hebben. Dus heb ik losgelaten en nu doe ik alleen maar leuke kleren aan. De rest heb ik losgelaten. Wat is jouw ultieme guilty pleasure als het gaat om schoonmaak of onderhoudsklusjes? Oh, nou, ik heb een prachtige gietvloer. Daar ben ik zo blij mee. Maar je ziet er alles op. En hij is ook wel goed schoon te maken als je hem dagelijks veegt. Dus ik ben eigenlijk als een soort van idioot minstens 3 keer per dag hier aan het vegen. Maar ik vind het eigenlijk wel lekker. Het is een soort van therapie. Feit of fabel? Een vaatwasser hoef je niet schoon te maken, want die maakt zichzelf schoon bij elke wasbeurt. Nou, ik hoop dat hij zich elke keer zelf schoonmaakt bij elke wasbeurt, want ik doe het niet. Dus ik zou zeggen, feit. Nee! Nee, wat geleerd. En Diego, is er een schoonmaak- of onderhoudsklusje waar je je enorm aan stoort? Ik heb hier een klein mensje rondlopen en die zit heel vaak met zijn vette vieze vingers aan de spiegel en die zie je gewoon en daar irriteer ik me aan. Ik denk dat we wel een beetje hulp kunnen gebruiken. Ja. John, kom er maar in! Zo'n grote spiegel is natuurlijk hartstikke mooi. Maar heb je een klein kindje, dan zit zo'n spiegel heel gauw vol vette vingertjes. HG glas reinigen verwijdert vet en vuil van spiegels en allerlei soorten glas. Even inspuiten, droog wrijven met een doek en klaar. Maar één tip, spuit niet te veel. Want dan wordt de spiegel veel te nat en dan wordt het lastiger om hem goed droog te krijgen. Wat is de meest gekke schoonmaak- of onderhoudstip die je ooit gehoord of geleerd hebt? Nou, mij is ooit verteld dat als je kauwgom op je broek hebt of op een tas, dat je hem dan in de vriezer zou moeten leggen. Maar sorry, ik ga niet een tas of een broek in de vriezer leggen, dus ik heb het nooit geprobeerd, ik heb geen idee. Feit of fabel? Je kunt je kleding ook gewoon op lagere temperaturen wassen. Nee, volgens mij moet je je vieze, vuile, zweet, stinkkleding gewoon heet wassen. Anders ga je het nooit uitkrijgen. Dus ik zou zeggen, fabel. Zijn er schoonmaakklusjes of onderhoudsklusjes waar je liever met een grote boog omheen loopt? Ik heb hier een kookplaat, die is prachtig. Maar hij is zo strak dat je iedere vlek ziet. En omdat ik hem dus dagelijks gebruik, denk ik heel vaak ook van, laat maar hangen. Morgen weer een dag, dan wordt morgen weer gekookt. En dan maak ik het niet schoon. Nou John, kom er maar in! Kookplaten, je ziet ze steeds vaker. Want steeds meer mensen gaan elektrisch koken. Maar zo'n zwarte kookplaat, je ziet er alles op. Het vet, het vuil, maar geen probleem. HG kookplaatreiniger lost dat heel gemakkelijk op. Even inspuiten, een minuutje laten inwerken en afnemen met een doek die een beetje vochtig is. Eén tip. Soms zie je van die ronde witte randen ontstaan op de kookplaat. Dat is kalkaanslag. Gebruik dan HG kookplaat polish. Daarmee hou je dergelijke kookranden heel makkelijk weg. Nou, dankjewel Diego dat je al je schoonmaaktips, tricks en tics met ons willen delen. Tuurlijk, geen probleem. Jullie ook dankjewel voor alle tips, tricks en tics. Maar nu snel mijn huis uit, want ik ga schoonmaken en ik ga beginnen met vegen. Kom, dag.